Onze wereld staat aan de rand van een klimaatramp. De temperatuur van de aarde is de afgelopen 250 jaar met 1 graad gestegen. Dit zorgt voor ernstige negatieve invloed op watervoorzieningen, biodiversiteit, de oceanen, voedselproductie en het klimaat. Om deze problemen tegen te gaan zijn 195 landen van de Verenigde Naties in 2015 overeengekomen dat de verhoging van de temperatuur van de aarde niet boven de 2 graden mag komen. Tijdens het klimaatakkoord in Parijs zijn zelfs afspraken gemaakt om te proberen niet boven de 1,5 graad opwarming uit te komen, om natuurrampen te voorkomen. Om dit doel te bereiken, moet binnen 20 jaar het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas worden gestopt. Na die 20 jaar moet er zelfs CO2 uit de lucht gehaald worden om de doelen van het Parijsakkoord te halen en daarmee verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Bomen halen CO2 uit de lucht tijdens het groeien en maken daar zuurstof van. Kleine bomen nemen niet veel CO2 op, maar na 10 jaar kunnen ze meer dan 20 kilo CO2 per jaar opnemen. Tegen de tijd dat een boom 80 jaar is, heeft hij al meer. Dan 1000 kilo CO2 uit de lucht gehaald en maakt hij genoeg zuurstof om twee mensen in leven te houden. Als een boom doodgaat, blijft de meeste CO2 opgeslagen en wordt deze omgezet in een voedingsbodem voor nieuwe planten. Biomassacentrales wekken energie op door het verbranden van het hout van bomen. Het woord bio klinkt heel positief, maar het verbranden van hout is geen koolstofneutrale energievorm. Zoals bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Het is een misverstand dat je met het verbranden van houtige biomassa een gesloten cirkel van koolstof maakt, waarbij de CO2 eerst opgenomen wordt uit de lucht en daarna weer uitgestoten wordt wanneer de bomen verbrand worden. De realiteit is een stuk ingewikkelder. Het hout voor de biomassa-centrales komt voornamelijk uit bos. Gezonde bossen functioneren als koolstofopslag. Zonder deze belangrijke functie zou ons klimaat nog sneller veranderen dan het nu al doet. Wat gebeurt er met koolstof als we bomen kappen in het bos? Als het verzaagde hout gebruikt wordt voor huizenbouw of om producten mee te maken zoals meubilair, blijft de koolstof opgesloten. De CO2 blijft daardoor nog jaren in vaste vorm gevangen, zonder dat het in de lucht verdwijnt. Maar als we het hout verbranden voor energie. Wordt alle CO2 in een paar minuten tijd uitgestoten, terwijl die boom er tientallen jaren over doet om dezelfde hoeveelheid CO2 op te slaan? De bomen konden de afgelopen 250 jaar de hoeveelheid extra CO2 die we de lucht inpompten al niet verwerken, waardoor de temperatuur op aarde met 1 graad is gestegen. Nu gaan we ook nog eens al die bomen omkappen en opbranden. Waardoor nog meer CO2 vrijkomt en er nog minder CO2 opgenomen zal worden. Want de overgebleven bomen gaan niet ineens meer CO2 opnemen. Dit betekent dat er binnen zeer korte tijd heel veel extra CO2 in de lucht komt en dit versnelt de klimaatverandering. Dit is zelfs het geval als we elk jaar net zoveel bomen kappen als bijplanten. De verouderde Europese wetten doen net. Alsof de extra CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens de verbranding er niet toe doet en noemt de energie die we opwekken met het verbranden van hout klimaatneutraal. Dit heeft naast de extra CO2-uitstoot als resultaat dat ons belastinggeld in de vorm van enorme subsidies naar vervuilende energieopwekking gaat. Terwijl het veel beter besteed kan worden aan echt schone energieoplossingen zoals wind- en zonne-energie. De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is door meer bomen te planten dan we kappen en de gekapte bomen enkel te gebruiken als bouwproduct. De subsidies moeten we gebruiken voor echte schone oplossingen zoals extra isolatie voor huizen, wind- en zonne-energie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Over de hele wereld groeit de klimaatbeweging en deze wordt geleid door verschillende spelers uit de maatschappij. Bedrijven, verenigingen en bezorgde burgers die gerechtigheid en meer actie eisen met als doel minder CO2-uitstoot en een goed klimaat. Deze beweging zal in toenemende mate de politiek oproepen om zich te houden aan de afspraken die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd. Ook jij kan deel uitmaken van deze beweging. Zorg dat je op de hoogte bent van wat er speelt en richt je leven zo duurzaam mogelijk in. Bespreek klimaatverandering met je familie, vrienden en collega's en eis actie van de politieke partijen in je stad of land. Het klimaat, de kwaliteit van jouw leven en de toekomst hangen af van jouw inzet. Begin vandaag en deel dit bericht.